dames en heren. Welkom bij de laatste in de reeks films tegen beter weten in. Een reeks die we als de Bali organiseren samen met Letter en Geest. En in het bijzonder Willem-Jan Otte, die altijd een essay schrijft voorafgaand aan de film. En die verschijnt dan op zaterdag in Letter en Geest. U heeft geloof ik allemaal dit stuk gelezen in de krant, dan wel een velletje mee kunnen pakken bij onze kassa. Mijn naam is Abseline Heakaya, ik ben hoofd cinema hier bij de Bali en dat wil zeggen dat ik de films kies die we hier dagelijks draaien en dat ik meewerk aan de vele fantastische programma's die we hier maken. En dit is er natuurlijk één van. Vandaag gaan we kijken naar Sacrifice, ook de laatste van grote regisseur André Tarkovsky. En we gaan na de film in gesprek, of ga ik in gesprek met Willem-Jan Otte en met de gast van vanavond, dichter Joost Baars. De film die u gaat zien is digitaal, maar wel met Nederlandse ondertitels. Dus dat is ook fijn voor de afwisseling. En ik leid het gesprek eigenlijk in. Dus we praten ongeveer een half uur met elkaar. En zoals de oudgedienden van deze serie velen onder u al weten, openen we daarna de vloer om de discussie ook met u aan te gaan en van gedachten te wisselen over deze film. Ik wil nog Lodewijk Dros heel erg bedanken voor deze samenwerking. Het was me weer een waar genoegen. Lodewijk is de geest achter Letter en Geest. Een van de geesten. En het was weer een fantastische serie. En natuurlijk Willem-Jan, heel erg bedankt voor je prachtige keuzes. En ik kan niet wachten tot we de klassieker gaan zien. Dus een applaus op zijn paus. Dan nodig je nu uit om de laatste van dit seizoen ook in te leiden en wat meer te vertellen over onze bijzondere gasten vanavond. Dank je wel. Dank je wel, Abseline. Het is de achtste en de laatste in de reeks films tegen beter weten in. Het is de 27e. In de reeks van de reeksen, die een jaar of 5 geleden is begonnen. En deze reeks van deze winter, eigenlijk altijd alle films, hadden tegen beter weten in kunnen heten, geloof ik. Het was een reeks waarin in de films gehoopt werd op iets, of geloofd werd in iets, of gehandeld werd, toegewerkt werd naar iets wat menselijkerwijze niet helemaal mogelijk of verklaarbaar of redelijk was om te verwachten of te hopen. En ook niet altijd gebeurde overigens. Zelfs in deze film wellicht niet. We hebben 8 films geleden een jonge arts iemand niet zien helpen. En toen die hulpzoekster de volgende dag gestorven bleek te zijn, is de arts, ook een jonge vrouw, gaan zoeken naar de identiteit van de gestorvene, tegen beter weten in, en ten koste van haar werk en van haar carrière zelfs, alsof ze de dood ongedaan kon maken door dat te doen. Dat was de film La Fille Inconnue van de gebroeders Dardenne. Daarna hebben we Engelen, een jonge man, onder andere Engelen, een jonge man zien die met een koptelefoon van een dak wilde springen, zien proberen terug het leven in te praten. En dat was Emil über Berlin. We hebben een jonge vrouw een keer haar zwangerschap, de vader was aan een overdosis gestorven, niet zien afbreken. En dat was Le Refuge van Ozon. We hebben een geitenherder, een geitje zien worden en dat geitje daarna zien herrijzen als een pijnboom. En dat was de film Le Quattro Volte van, ik vergeet zijn naam slecht, Fiammarino heette die. We hebben een onverstaanbare, stuurloze autist begrepen zien worden in een film Jeroen van de het echtpaar Peter en Petra Lataster. Dat was de Nederlandse film. Ik probeer altijd één Nederlandse film, minstens één Nederlandse film op te nemen in de reeks. We hebben in het begin van de 19e eeuw een jonge vrouw de liefde zien opvatten voor een stervende dichter.
En toen ze zich verenigden, hebben we begrepen wat eeuwigheid betekent. Dat was Bright Star van Jane Campion. We hebben een 8-jarig meisje zien kijken naar haar in het kraambed gestorven moeder, die haar ogen opensloeg. Dat was de vorige film, Ordet van Carl Dreyer. Ik zeg dit allemaal om degenen die niet de hele reeks hebben gevolgd, het gevoel te geven dat ze werkelijk wat gemist hebben. En vanavond zullen we zien hoe iemand die zeker weet dat de wereld elk moment kan vergaan, er het liefste wat hij bezit voor over heeft om verlost te worden van zijn angst. De film heet Het Offer, of Fred. Hij heeft een Zweeds titel, want hij is in Zweden gemaakt met Zweeds geld. En door toedoen, onder andere door Ingmar Bergman, door Tarkovsky is hij gemaakt. Die was op dat moment al een paar jaar uit Rusland uitgeweken en had al een film gemaakt in Italië. En nu maakte hij een Zweeds gesproken film. Dat is heel merkwaardig om een film, degene die van Tarkovsky houden en deze film nog niet kennen, weten hoe intens Russisch ook de taal en de manier van spreken en vooral Dostojevskiaans er getopt wordt over het leven. Maar dat altijd in het Russisch, dat is een soort van vanzelfsprekend dat je dan topt. En nu is het ineens in het Zweeds van Ingmar Bergman, zal ik maar zeggen. Ook een topperige taal, maar het klinkt heel anders. Van André Tarkovsky hebben we in die 27 films gehad Stalker. Toen was Marjoleine de Vos gast van ons. En we hebben Jeugd van Ivan vorig jaar gezien, toen we een reeks films met kinderen erin deden. Toen waren Petra Lataster waren er. En vanavond hebben we als gast, dat kan bijna niet anders, dat je voor een film van, dat je na afloop van een film van Tarkovsky wil praten met een dichter. En ik heb Joost Baars gevraagd om vanavond na afloop over de film ons te helpen begrijpen wat we gezien hebben, betekenis te geven aan wat we gezien hebben. Joost is de vorige keer dat hij hier als gast was bij Stel het Licht van Regades, de Mexicaanse film. En toen was hij, moest ik hem aankondigen als veelbelovend dichter. Want ik ken hem niet anders dan als dichter. En al jaren schreef hij toen poëzie, maar publiceerde die mondjesmaat en dan altijd alleen maar in tijdschriften en nooit een bundel. Maar sinds, hij is hier nu als dichter. Hij heeft een half jaar geleden Binnenplaats gepubliceerd. Een fantastische, prachtige dichtbundel van een late debutant. En daar is hij, en daar moeten we je mee feliciteren. Deze week hoorden we dat hij genomineerd is voor de Buddingprijs daarvoor. En hij is inmiddels in de tweede druk met zijn bundel, wat ook heerlijk is. Het is een testamentaire film. Het is de laatste film die Tarkovsky gemaakt heeft. Hij is gestorven tijdens de montage van deze film. We weten niet of hij tijdens het filmen al wist dat hij de kanker had waar hij aan gestorven is, uit longkanker. Maar we hebben er is een prachtige documentaire gemaakt waarin we hem zien in het ziekenhuisbed zien monteren. Hij is dan nog steeds de balling. En we maken in die documentaire mee dat de zoon die in Rusland had moeten achterblijven, de Sovjet-Unie had moeten achterblijven, dat die herenigd wordt met Tarkovsky. En de laatste woorden die we zien in deze film is dat de film is opgedragen aan zijn zoon Andrushka. Dat is dezelfde zoon die we in die documentaire herenigd zien worden. Er gebeurt in de documentaire iets wat misschien in de film niet gebeurt.
Nou moet ik even een ander papiertje, dan gaan we heus kijken. Tarkovsky heeft gezegd... en dat is een geliefd citaat van me. Ik denk dat de meeste mensen naar de film gaan omdat ze op zoek zijn naar de tijd. Naar de verspilde, verloren of nog niet gevonden tijd. Ze gaan naar de film om het leven te ervaren. Omdat film als geen andere kunst de feitelijke ervaring verruimt, verrijkt en verdiept. En niet alleen verrijkt, maar rekt. Aanzienlijk rekt. Hierin schuilt de kracht en niet in de verstrooiing. Ik geef de gast en dus ook u allen altijd een kijkvraag mee. En ik heb er twee. De ene vraag is, er zit een geweldige zwart-wit sequentie in de film die we twee keer te zien krijgen. Of twee keer voor een deel te zien krijgen. De ene keer in zijn geheel en de ene keer even. Die is gemaakt in Oslo, heb ik begrepen. En die wordt de... als u hem ziet, dan weet u meteen welke sequentie ik bedoel. Zoveel zwart-wit zit er niet in de film. En die wordt de apocalypse-sequentie genoemd. Het is een camerabeweging boven een massa mensen die in paniek door elkaar loopt en die op een bepaalde manier eindigt. Van die sequentie wil ik weten wat die betekent, Joost. Dat betekent dus dat ik dat niet weet en betekent waarschijnlijk ook dat we het ook niet zullen weten. Maar ik vind het, ik zou het daarover willen hebben, over onder andere na afloop. En het andere is, ik wil weten, maar dat is meer een verificatievraag. En dat is typisch voor Tarkovsky, dat je zoiets belangrijks niet weet. Of het waar is dat in het allerlaatste shot, dus hierna, dit is het ene laatste shot. In het allerlaatste shot, dit huis, wat nu geofferd wordt, zal ik maar zeggen. Of dat... in het laatste shot weer overeind staat of niet. Het gekke is dat ik die herinnering heb. En dat we, toen we het er net over hadden, jij zei, ja, maar dat weet ik helemaal niet, dat herinner ik me niet. En ik ben heel benieuwd of ik nou helemaal fout zit met mijn geheugen. Terwijl ik de film vorige week nog, of drie weken geleden nog gezien heb. En dat is typerend voor Tarkovsky. Tarkovsky veroorzaakt herinneringen aan film die niet in de film voorkomen. Ik wens u heel veel genoegen, ook al mogen we ons niet vanwege de verstrooiing met film bemoeien van onze strenge meester Tarkovsky. Ik wens u veel genoegen met deze lange, overigens lange film. Dames en heren, welkom terug. Een hartelijk applaus voor Willem-Jan Otte en Joost Baars. We gaan zo dadelijk aan het einde. Moet u extra hard klappen, ook nog eens voor uzelf. Want ik denk dat u zichzelf met recht de cinefiele van Amsterdam en misschien wel van Nederland kunt noemen. Maar nu gaan we door naar het nagesprek. Joost, allereerste vraag. Dit was de eerste keer dat je de film zag? Nee, ik denk de derde of de vierde keer, maar dat weet ik niet meer zeker. Ik heb ook nogal eens de neiging om bij films in slaap te vallen. Dus dat is nu niet gebeurd, maar, en ook bij hele goede films. Maar het zou best kunnen dat een van die eerste drie of twee keren dat wel gebeurd is. Dus dan heb ik in totaal de film. Nou, het is wel ongelooflijk. Ik vroeg me af, wat was de eerste keer? Hoe kwam je de eerste keer eruit? En verschilt dat erg van hoe je nu hier naar gekeken hebt? Ja, ik ben nu wel wat rustiger onder geworden. Dat ik de eerste keer kan ik me niet zo goed herinneren meer. Behalve dan dat ik het een bloedirritante film vond. En de tweede keer had ik al iets meer fascinatie voor
wat er gebeurde. En de afgelopen weken heb ik me eens een beetje te afvragen wat me nou zo irriteerde aan die film. En het, daar heb ik voor mezelf wel een soort verhaaltje voor kunnen vertellen, waardoor ik nu veel opener naar die film kon kijken. Ook weer ontdekkende dat het verhaaltje niet helemaal klopt, maar toch ook nog wel een beetje, denk ik. Wat was dat? Ja, daar ben ik nu natuurlijk nieuwsgierig naar. Ja, nou, dat verhaaltje was eigenlijk dat het... Ik hou erg van Tarkovsky. Ik heb niet alles gezien, maar gewoon de Usual Suspects, weet je wel. Stalker, Andrei Rublev, Solaris. En in die films, daar hou ik zo van. En omdat die personages... Neem bijvoorbeeld de schrijver in Stalker. Die moet naar die kamer toe waar zijn wens zogenaamd vervuld wordt. En zijn wens is om een grote schrijver te worden zonder dat hij daar ooit nog moeite hoeft te doen. En eerst wil hij rechtdoor naar die kamer. En dan komt het landschap inderdaad tot leven, dat zei je net al. Maar begaandeweg leert hij toch, dan liet hij naar die stalker luisteren en dan neemt hij die omweg naar die kamer en het duurt allemaal hartstikke lang en dan is hij er uiteindelijk en dan zegt hij, toch maar niet. En waarom toch maar niet? Omdat hij zich realiseert dat hij, als hij daar naar binnen gaat, is hij zijn schrijverschap kwijt. Want zijn schrijverschap zit in het geworstel met zijn schrijverschap. In het feit dat zijn schrijverschap niet lukt, is hij een schrijver. En dus, daar wordt iets geleerd en die man wordt een held. En deze man wordt geen held. En als je begint te kijken naar, oh, dit is een Tarkovsky film. Ja, die grote filmer die zoveel weet van spiritualiteit en filosofie. En die het allemaal zo goed, zo verstandig is. En die dat verbeeldt in zijn heldhaftige personages. Als je zo kijkt, Dan zit je dus voortdurend ergeren aan die man die maar geen held wil worden. Want waar zit het om dat hierin dan? Dat is wel de vraag van de avond, denk ik. je bedoelt dat hij geen held wordt. Dan moet je je denk ik afvragen of het... Of wat hij doet een offer is, ja of nee. Kijk, wat die schrijver in Stalker doet, is een offer. Ik geef mijn allerdiepste wens op. Om daarvoor niet een schrijverschap terug te krijgen, maar geworstel. Helemaal geen garantie op een schrijverschap. Volgens mij is een offer, je geeft alles. En je hebt geen idee wat je terugkrijgt. En je geeft ook wat wordt gevraagd. Dat is het grote verschil, denk ik, tussen Abraham en Isaac. En dit is... Abraham komt niet op het idee om zijn zoon te offeren. Abraham denkt niet 's ochtends, dat ga ik doen. Misschien helpt het. Ja, misschien helpt het, inderdaad. En deze man komt wel zelf op het idee om alles te offeren. Er is niemand die iets vraagt. En ik denk dat dat een heel groot verschil is. Zie jij dat ook zo op? Ja, ik worstel vreselijk met de film. Het is een film die tijdens het kijken... Ik heb dus de vierde keer denk ik dat ik hem zag. En de eerste keer dat ik hem groot zag. Waardoor ook alle dingen die de film moeilijk maken ook groot zijn. Groot en moeilijk zijn. En de dingen die hem fijn maken ook groot en fijn zijn. En omdat het de vierde keer was dat ik hem zag, weet ik ook zo langzamerhand dat hij meteen na afloop een stuk beter is dan tijdens. Of een stuk overtuigender is dan tijdens. Eigenlijk is dat wel een eigenschap van Tarkovsky in het algemeen, dat de nawerking van Tarkovsky... Eigenlijk is zoals de herinnering aan een droom. Het kan zijn dat je je tijdens de droom afgevraagd hebt
wat doe ik hier? Maar na afloop, de herinnering aan de droom. Je herinnert je een Tarkovsky, dat begint nu al, terwijl ik hem nog maar net gezien heb. Is het weer de film waarvan ik denk, oh god, die moet ik nog zien om er chocola van te maken. Heb je het idee dat het offer... Begrijp je dat hetzelfde als dat Joost het begrijpt? Ja, dus Er wordt ook in de film wordt er gezegd, volgens mij ergens aan het begin, als hij nog zijn verjaardag viert, Alexander. Ieder cadeau is ook een offer, geloof ik. Ik geloof dat dat de volgorde was. Ja, ieder cadeau is een offer. Of maar, ieder offer is een cadeau. Of zoiets zegt hij. Maar dat is interessant, hè? Want als je kijkt naar dat verhaal tussen Abraham en Isaac... Daar wordt natuurlijk wel veel mee gespeeld in deze film. Dan heeft Abraham een verbond met God. En dat verbond met God is nageslacht. Maar hij heeft ook een zoon, dat is ook nageslacht. Eigenlijk is het hetzelfde. En dan zegt God, ga naar die berg en dan ga je een offer maken. Nou, oké, dan gaat hij er naartoe. En dan zegt God, bind Isaac vast daar. En hij moet dus eigenlijk de hele tijd kiezen tussen twee dingen die hetzelfde zijn. En wat hij ook kiest, hij verliest beide. Op het moment dat... En ik probeer nu een beetje Kierkegaard te parafraseren, en dat lukt mij niet, want zo verstandig ben ik nou ook maar niet. Maar Kierkegaard, Vrees en Beven, mooi boek over precies dit verhaal... En Kierkegaard die wil graag die wil in dat boek Abraham neerzetten als een held van het geloof. Wat betekent dat? Niet dat hij de gehoorzaamheidstest doorstaat. Maar dat hij in die hele weg blijft vertrouwen dat het goed komt. Dat op een of andere manier dit toch klopt wat er gebeurt. Of dat dit op de een of andere manier... er toch nog redding komt, of zo. Dat zag je in de film ook. Geen van die mensen is daartoe in staat, als ze denken dat die kernoorlog komt. Behalve het dienstmeisje. Dienstmeisje wel. Die zegt letterlijk, je gaat hem niet wakker maken, die zoon. Want misschien komt het nog goed. Ja. En al die anderen die willen... Die willen die apocalyps eigenlijk zo snel, dat die eigenlijk zo snel mogelijk plaatsvindt. Heb ik het idee, een beetje. Ergens. Ja. Hier heb ik op gewacht. Laat het nou dan maar komen. Ja. Het is een... door zezelf... gedachte en gedroomde en op, naar zich toe getrokken... Alsof het de grondtoon van hun innerlijk is. Dus in de kamer van hun diepste verlangen zit deze apocalyps. Ja, en wat het interessante dan ook is dat die... Als je dat doet, de apocalyps als grondtoon van je eigen verlangen... Dan wordt het lot van de wereld afhankelijk van jouw verlangen. En dan ben je dus de heerser over de wereld. Mm-hmm. En ook die Alexander aan het begin zegt ook, het is toch handig dat er een systeem is. Hè? Als ik nou maar iedere dag op hetzelfde moment hetzelfde doe, dan gaat de wereld misschien wel veranderen. En dan heeft hij nog een paar momenten waarop hij, en ook dat hele offer, nou kijk, als ik nou maar dit geef en dit geef en dit geef, dan krijg ik er dit voor terug. Als ik nou maar met Maria naar bed ga, dan krijg ik dit ervoor terug. Het is de hele tijd dat wat John Caputo, Amerikaanse filosoof, een heilstandsactie noemt. Een heilstandsactie. En dat is een soort van... het tegengestelde van het geloof waarmee Abraham zegt... Komt goed. Ik ga door. Ik kijk tegelijkertijd niet vooruit en wel vooruit. En ik krijg dan, daarom begon ik erover, ik krijg dan, en uiteindelijk wat er gebeurt is, hij krijgt het leven van Isaac als gift. Ja. En dan is het een offer. Ja. En dit gebeurt onze Jozefson, of onze Alexander niet? Dat denk ik niet. Nee. Maar
Dat is misschien... Ik praat altijd heel stellig, hoor. Dus... Nee. Maar... Ik vind het heerlijk na deze film. Een beetje stelligheid is welkom. Maar als ik het goed begrijp, is het dan... Stel je voor, je zou Tarkovsky dan het verhaal van Abraham en Isaac laten vertellen op zijn offrets. Dan zou dat betekenen dat hij denkt van, als ik nou mijn zoon offer, dan krijg ik hem daarna weer terug. Nee, want als je dat denkt... Nee, maar precies. Dus als Tarkovsky erin mocht rommelen dan of hem op zijn offrets maken, dan zou dat de lijn van het verhaal zijn. Ja, maar dan zou Abraham echt een enorme misdadiger zijn. Ja, want dat is wat de man hier doet. Dat zou wel interessante films zijn. Hij steekt zijn huis in de fik. Ja, hij steekt zijn huis in de fik. Hij offert zijn zoon natuurlijk niet letterlijk. Hij zegt, ik verbreek mijn band met hem. Ja. Dat is wel wat minder erg dan je zoon Kelen, denk ik. Maar, ik ben hem even kwijt. We laten het gewoon even rusten. Komen we er zo dadelijk wel weer bij terug. Behalve de apocalypse-scène, wat zijn voor jou... sleutelscènes in de film? Nou, wat ik net al noemde, de eerste keer dat die Alexander over zijn systeem begint. Eigenlijk meteen aan het begin, als hij vertelt, ik ben een acteur. Hij zegt eerst dat hij schrijver is. En pas de acteur, dat horen we iets later. Ja, als zijn vrouw hem verwijt dat hij meteen na haar trouwen, zij was actrice, opgehouden is met acteur. En haar uit het fijne acteursleven heeft naar dat godverlaten eiland waar hij nu dat huis heeft laten bouwen. Ja. Ik vind het eigenlijk moeilijk om sleutelscènes aan te wijzen. Ik heb een hele film één grote sleutelscène is. Hij duurde 2,5 uur, dus dat is inderdaad... Nou ja, ik vind wat ik een geweldige... Ik heb een paar beelden, en dat is altijd bij Tarkovsky, beelden die schitterend zijn, zoals die zwart-witte camerabeweging over die vluchtende mensen of die door elkaar lopende mensen. Dat beeld van totale collectieve angst, dat... waarbij de camera heel langzaam naar achteren trekt en dan horizontaal of verticaal naar beneden kijkt en dan schuift er een soort van glasplaat in het beeld, allemaal in dezelfde trek. En dan blijkt het kindje daar te slapen bovenop een soort doorzichtige glasplaat. En dat vind ik een sleutelscène, kun je het niet noemen, want ik weet niet wat het betekent, het beeld. Alleen maar dat het een enorme emotie van paniek, angst en wat je je voorstelt bij hoe het eruit ziet als de wereld vergaat. Dat zou er wel eens zo uit kunnen zien. En dat mondt uit in dat slapende kind. Dat daar niet, dat er buiten staat of er boven staat. Of niet in die frame van dat apocalyptische denken daar ligt. Dat is een sleutel, niet een sleutelscène, maar een soort waar je... Wat ik gewoon simpelweg schitterend vind. En voor mij ook een soort rechtvaardiging van het hele kunstwerk. Het feit dat er dat soort beelden in zitten. En ik vind dat binnenkomen in die kamer, terwijl de minister-president of wie het ook is, die zinnen aan het zeggen is. En die televisie daar zo'n beetje staat te knipperen. En die mensen in die vreemde mise-en-scène, afgekeerd van de televisie, in een vreemde mise-en-scène rond de televisie zitten. Dat vind ik ook altijd een geweldige... Geweldige scène. En wat, het wordt niet gezegd met zoveel woorden dat de wereld vergaat. Nee. Het is wat je concludeert uit wat er gezegd wordt. Ja. Het deed mij heel erg denken, vooral die zangerige muziek, deed mij heel erg denken aan... Rechterdoor. Ja, de rechterdoor. Maar de rechter. Ja. En dan duwen. Ja. Hoi. Weten we het allemaal voor zo dadelijk. Deed me heel erg denken, grappig genoeg, aan de film van Sun Ra.
waar op een gegeven moment hoor je een zangerige stem, ook de hele tijd in de verte, met een ruis eroverheen, waarbij zij zegt, it's after the end of the world, don't you know that yet? En dat gevoel bekroop me eigenlijk ook in deze film, van ja, er is een moment waarop de apocalypse wordt afgekondigd, maar eigenlijk heeft die al plaatsgevonden. En ik vroeg me de hele tijd af, waarom is dat zo? Waarom is dat zo bij deze Alexander in het bijzonder? Nou, maar heb jij het gevoel dat Alexander dat ook door heeft? Nee, niet dat hij het door heeft, maar dat er iets in hem zit wat een soort van onherroepelijk naar het einde leidt. Of zo. Hij leeft. Ik bedoel, dit klinkt misschien een beetje ironisch, maar nee, zo bedoel ik het wel. Dat, je bent natuurlijk je eigen wandelende apocalyps. Hij is bang om dood te gaan, denk ik. Ja. En het feit dat je bent geboren betekent eigenlijk dat je al ten dode bent opgeschreven. En iemand die de hele tijd denkt, oh, was er maar een systeem. En ook iemand die als acteur de hele tijd, dat gevoel bekt, de hele tijd zijn eigen leven aan het spelen is. Nu ben ik de gevierde acteur en die vrouw ook. Ik vond het fijn om met een gevierde acteur getrouwd te zijn. Maar nu is Alexander een soort van mysticus geworden die op zijn eiland zit in zijn huisje. En het is allemaal net niet echt. Maar eigenlijk is hij al dood, want hij leeft. En ik denk, als je nog niet door hebt of kunt op de een of andere manier door hebt dat je zult sterven, dan wordt dat sterven een soort iets dat je de hele tijd voor je uit moet blijven spelen. Dus dan moet die apocalypse moet de hele tijd in de wereld plaatsvinden. En ook voorkomen worden, weet je wel? Dus door zijn eigen huis in de fik te steken, maakt hij eigenlijk zijn einde behapbaar en houdt hij het nog op afstand. Ja, dat gevoel heb ik een klein beetje. Wat denk jij daarover? Ja, ik denk. Alles wat je niet kan internaliseren, moet je buiten jezelf laten plaatsvinden. Ik herinner me dat Andreas Burnier zei een keer, iedereen is zijn eigen apocalyps en draagt zijn eigen apocalyps met zich mee. Dat is de apocalyps. Je eigen sterven. En je hebt inderdaad het gevoel dat hij, voordat de film begonnen is, al met de eindafrekening bezig is. Speelt dat de eindafrekening begonnen is. Die is ook altijd een begonnen. Een dode boom plant en zegt ja. En wacht maar tot er bloesem aankomt. Ja. Maar ja. Ik vraag me ook af, Joost. Denk jij, als je deze film ziet, dat Tarkovsky wist dat hij dood aan het gaan was? Dus dat hij die kanker had? En maakt dat uit voor deze film? Nou, dat weet ik niet. Ik denk niet dat het uitmaakt voor de film. Zeker niet dit specifieke ding. Maar er zijn wel wat interessante dingen, waaronder die ziekte, maar nog wel wat andere dingen in het leven van Tarkovsky, die. Want Tarkovsky was zelf natuurlijk ook. Was inmiddels bekend als de grote spirituele filmleider bijna. En wat ik ook een andere laag dat ik in deze film het gevoel heb dat die er is, is het is bijna een biecht. Dat ben ik niet. Ik ben ook maar gewoon iemand die bang is voor de dood. En iemand die wel probeert te offeren, maar die daar hele grote fouten in heeft gemaakt. Ik weet niet of jullie het verhaal kennen van Stalker. Die film die is opgenomen in een radioactief gebied. Daar is Tarkovsky ook ziek van geworden.
Nou, alle waarschijnlijkheid, ja. Maar hij niet alleen. Al die mensen die daar hebben gewerkt, die zijn allemaal heel vroeg overleden. En dat wist Tarkovsky ongetwijfeld. En je kunt je daarbij afvragen, was dat nou een... Hè? Want als je kunst maakt, dan moet je altijd een offer brengen. Je doet altijd meer dan je kunt. En je verwacht ook meer van elkaar dan je kunt. Maar was dat nou een echt offer? Of was dat nou zoiets als je huis in de fik steken? Of andermans huis in de fik steken? Ik denk dat Tarkovsky zich dat wel heeft afgevraagd. En ik kan niet anders dan dat in de film zien. Zeker in het licht ook van zijn eigen sterven. Dan is het een soort afrekening met zichzelf. Hè? Confessie. Zo'n man ben ik. En ook, hij gaat naar Zweden. Niet terug naar Rusland. Hij vindt zijn filmcarrière belangrijker dan zijn zoon. Dat zal hij gedacht hebben. Dat zou ik wel. Want zijn zoon en zijn vrouw, wat ook in Wim Jans stuk stond, heeft hij achtergelaten. Zeker. Ja. Maar hij kreeg ze... Hij wilde ze meteen laten komen natuurlijk naar het Westen. En dat heeft drie, vier jaar opgehouden. Ik zeg ook niet dat ik vind verkeerd heeft gedaan. Maar ik kan me niet voorstellen dat gebeurt. Je laat je vrouw en kind achter. En het lukt niet om ze over te krijgen. En er komt een druk in je op. Zal hij teruggaan naar Rusland? Er komt ook in je op. Zal ik stoppen met mijn films? En je doet het niet. Ik zou... Is dat het offer? Ja. Maar je worstelt daarmee. En dat zie ik in de film. Zeg maar. Wat is nou mijn offer? Ja, wat is nou? Ja, alsof je er niet uitkomt, wat een offer is. Ja. Zijn er al vragen vanuit de zaal? Ja, daar op de eerste rij. Ik kom naar u toe. Spelrecht zijn. Ik kom naar u toe en dan kunt u in de microfoon een vraag stellen. Ja, ik had het gevoel dat die zwart-witbeelden... terugblikken waren naar het verleden en dat hij dus een getraumatiseerde man is en dat hij dus leeft met zijn eigen angst. Daar kan er heel veel dingen over zeggen, want jullie hebben zoveel dingen gezegd. En verder dat dus eigenlijk de angst voor verlies erger is dan het verlies zelf. Dus hij realiseert het verlies aan het einde van de film. Want dat is minder erg dan alsmaar in die angst leven van ik ga mijn huis verliezen of mijn zoon verliezen of mijn dierbare verliezen. Dat zie je ook heel vaak met mensen die moeite hebben met binden of zo. Die gaan dan liever een relatie uit de weg of uitmaken dan dat ze die relatie verliezen. Dus die hele film gaat eigenlijk van ook of die man die angst voor de dood. Want dat zegt hij ook over die tuin en die moeder. Hè, dat hij dan 2 weken gras gaat maaien. Dat is eigenlijk gewoon dat hij niet wil aanvaarden dat zijn moeder doodgaat. Dus dan gaat hij maar als een idioot dat gras maaien. En aan het eind zegt hij, ja, eigenlijk is dat gras gemaaid veel lelijker dan dat natuurlijke gras. Dus met andere woorden, die natuurlijke dood van zijn moeder wil die niet aanvaarden. En daar gaat hij dan tegen vechten door eigenlijk zijn emotie op dat gras bot te vieren. En dan zegt hij, heb ik eigenlijk dat gras ook nog geweld aangedaan? Nou ja, dit waren een beetje mijn gedachten erover. Ja. Lodewijk? Ik vind het eigenlijk wel een mooie confrontatie, deze film, tussen de westerse en de oosterse christendom. Het is een biecht. En bij biecht denk je aan schuld. Ja, want dat zit een beetje in het idee. Dat is het westerse christendom. Maar dit is eigenlijk een heel oost-orthodoxe film. Want hij zit in die iconen te bladeren. En uiteindelijk gaat het niet om schuld en onschuld en vergeving. Maar het gaat om dood en leven. En de oosterse iconografie gaat elke keer over hoe kom ik in godsnaam van die dood af. Dus het is een worsteling met de dood van begin tot eind. En het begint al met een stuk van Bach, waarvan we weten dat het in een dissonant zal eindigen. Dus heel hoopvol is het niet. Maar dat is volgens mij waar het over gaat. Hij loopt ook in een kimono rond. Ik kom even naar u toe. Yin Yang. Precies. Ik vind dus ook echt dat daar een paar cruciale momenten zijn van die tuin, wat die mevrouw zei, maar dat was ook dat hij iets wilds, natuurlijks, wilde civiliseren. En dat die hele samenleving waar wij naartoe gaan, geciviliseerd is. Het woord aan het begin en aan het eind, we praten, we praten, we praten. En hij zoekt in Maria dat natuurlijke. Maar dat die zwarte kimono die hij aan het eind aan heeft, dat is ook het Oosterse denken. Laat het meer vloeien en zet je niet zo vast. Ja. Dus ik vond dat wel interessant, dat Oosterse. Ja,
Ik weet te weinig van kabuki af. Het is ik weet niet of dat kabuki muziek is, maar Japanse fluitmuziek. Is er iemand die dat weet? Iets muziek. Ja, en heeft dat een betekenis? Wie zei daar iets? Oh, daar, u achter. Wacht even hoor. Anders kunnen. Oh, u weet het niet. Maar u kende de naam van de. Maar als ik het in de microfoon laat zeggen, dan horen de mensen die later terugkijken het ook nog thuis via de stream. Het was shakuhachi muziek. Maar meer weet ik er niet van. En dat is niet begraaf. Wij associëren dat met zen. Wij associëren dat met zen. Maar als wij in Japan denken, denken we vaak aan zen. Dus ja. Zal wel toevallig. Maar het is niet speciaal begraaf muziek of zo. Nee, nee. Nee. De andere muziek die je hoort, die stemmen, dat is Noorse herdersmuziek. Dat is gezang van herders die hun kudde bij elkaar roepen. En dat is bijna geluidseffect, bijna in muziek. Ja? Ik had nog. Oh, ik kom zo bij je hoor. Ik had ook nog een vraag over. Inderdaad, het woord. In het begin was het woord. En ik weet er niet zoveel van af als jij, Willem-Jan. Dus ik vraag me af, in welke zin wordt daar hier naar verwezen en ook tegen geageerd of van afgezet? Of hoe wordt dat bevraagd eigenlijk in deze film? Ja, ik vind het ook heel raadselachtig dat de film eindigt met... in het begin was het woord, papa, wat is dat? Waarom dan? Ja, waarom? Was het ondertiteld. En ik herinner me in de... Goed. Dat is trouwens een gek ondertiteling. Want ik heb het nog even opgezocht van tevoren op Wikipedia. En daar is het ook niet waarom. Wat is dat? Wat is dat? Ja. Wordt er in de Engelse ondertitel die ik thuis heb gevraagd. Maar dat is toch iets anders dan waarom? Maar wat is dat? Wat bedoel je daarmee? En, want hij heeft het gehoord van zijn vader. Zijn vader heeft in het begin van de film tegen hem gezegd. En wat is de analogie daar? Het is het eerste wat er gezegd wordt ook in de film. Ja, ik kom naar u toe met de microfoon. Ja. Dat jongetje kan toch niet praten? En dat is toch het eerste wat hij uiteindelijk zegt aan het einde van de film? Mooi, ja. Dus hij zegt als eerste, zegt hij in het begin was het woord. En dan gaat die camera omhoog en dan denk jij, althans ik dacht, die boom staat in bloei. En toen dacht ik, nee, die staat niet in bloei, want die stond al in mijn hoofd in bloei door dat woord. Ja. Het was namelijk gezegd van tevoren in het verhaal. Dus het is niet meer nodig dat die boom echt in bloei staat, want... Doordat het verteld is, het verhaald is al in het begin van de film, heb ik een bloeiende boom gezien. Dus dat is volgens mij het geloof dan, denk ik. Ja, ja. En voor mij is dat woord... in het begin is het woord, dat is het woord uit Johannes, dat is het woord dat aan alle woorden en alle dingen voorafgaat. Aan de schepping voorafgaat, dat de schepping is... Dus het is niet zomaar glas of tafel of niet die woorden die wij gebruiken, maar het is het woord daarvoor, het voorwoord. Ja. En de vraag is, hoe relateer je je daaraan? En ik zie in deze film mensen proberen om dat woord, de schepping... hun wil op te leggen met een systeem of met een onderhandeling van als ik nou dit opgeef, als jij me dan dat geeft, dan komt het goed. Of als jij nou met haar naar bed gaat, dan komt het goed. We moeten het afwenden of zo. Ik zie mensen dat doen. En als je dat doet, leef je niet in... overeenstemming met het feit dat er aan jouw wil, iets vooraf is gegaan. Een andere wil, dat woord. En wie dat dus wel doen, dat vind ik een interessante element in deze film ook, is het klassenverschil tussen de intellectuele aristocraten en de bediendes.
En de bediendes die zijn onderdanig naar die aristocraten, maar ook naar het leven, ook naar de schepping. Dus hier, dus hier nog een... Ja, die zijn heel waarachtig inderdaad. Ja. Van de, met de film. Contrasteert ook. Ja. 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 Er is hier nog een, een mevrouw die hier ook wil reageren. Ja, voor mij was het, is dat woord, en dat komt de hele film door, het verhalen maken, dus het zin geven, dus waardoor je het gevoel hebt dat je leeft. En in alle natuurscènes, en ook in die angst die wil bezweren, wat dierlijk is, wat niet kan, en in die bedienden, die vallen samen met wat de natuur is. En volgens mij is Tarkovsky hier dus ook bezig met eigenlijk te bevragen wat wij zogenaamd met civiliseren of cultuur, met verhalen maken, de beperking en de relativiteit daarvan, de eindigheid en niet oplost. Maar dat we verhalen blijven maken en zin blijven geven. Maar ook wel de grenzen die daar aan zitten, toch? In die zin, als dat jongetje zegt, in het begin was het woord, wat is dat, papa? En dan doet hij dat aan de voet van een dode boom die hij net water heeft gegeven. Ja, die ook op dat moment... Een dode boom niet... kunnen we niet levend praten. Wij niet. Wie had het zo gezegd? Dat was er. Oh, dan ga ik even naar deze mevrouw toe. Even naar voren. Ja, dit is niet aansluitend op het woord, maar over die vluchtscène. Ik heb daar ook beeldrijm in ervaren met de lammetjes. Die kudde schapen die steeds langs gaan. En ook aan het einde, wat die familie doet bij dat brandende huis. Dat lijkt heel erg op die vluchtscènes. En je hoort ook steeds, naar mijn idee zijn het gierzwaluwen. Je zit steeds van die vogels eigenlijk in paniek. En altijd in trosjes ook. Ja. Trosjes vogels, trosjes mensen, ja. Dus ik heb er verder geen verklaring voor, maar ik voel dat steeds die paniek komt steeds weer terug in de film. Ja. Wat overigens over wat voor zin heeft het, dit shot... is niet de eerste keer dat ze het huis in de fik hebben gestoken. Want ze moesten in één take, in één opname, moest dat gedaan worden. Je kunt maar één keer filmen. Dat hadden ze gedaan. Er was een defect aan de camera en toen stond het huis al in de fik. Toen hebben ze dit huis opnieuw gebouwd om opnieuw in de fik te steken. Ja. En toen wist Tarkovsky dat hij ziek was. Na alle waarschijnlijkheid, bij de laatste opname. En daar is een documentaire van gemaakt. En dan zie je Tarkovsky doodzenuwachtig. Of het nu deze keer wel zou lukken. De grote Nyquist zie je achter de camera staan. En die is heel rustig. En die weet zeker dat het deze keer goed zal gaan. En Tarkovsky die altijd door de lens kijkt. Voor de cameraman uit, bij wijze van spreken. Die zie je steeds met dit doen. Naar zijn achterhoofd grijpen. Uit zenuwen? Nee, niet uit zenuwen. Daar had hij een. Hij is daar uiteindelijk geopereerd. Hij had longkanker, maar hij is uiteindelijk. Iets met zijn hoofd was er. En je hebt sterk het gevoel als je die. Dat is ontzettend indrukwekkend. Dat hij door een soort pijn heen. Maar ja, het is maar één keer dat deze opnames gemaakt konden worden. Dus dan vergeet je je pijn wel. Maar je ziet. En dan. Ja, dan kom je een beetje terug bij, dat, bij het offer. Dat alles over hebben voor kunst. Mm-hmm. Maar is dat een offer? He, dus ik geloof dat je daar... Of je... Ik geloof dat inderdaad een soort afrekening is. Een soort rekening die die opmaakt in de film. En dat het in die zin van inderdaad einde. Echt een laatste film is die die gemaakt heeft. Het andere wat ik me afvraag is, als we het eenmaal gezien hebben, die brand... En helemaal verteld is dat het in de ogen van iedereen ook een waan is waarvoor die opgenomen gaat worden, et cetera. Als dat het einde geweest zou zijn en we hadden dat shot van het kind daarna niet gehad, dan zou het een
hele andere film. Dan zouden we er anders over... Zou die een andere nawerking hebben? Zou het een hele... Ja, zou het een soort... Een soort typische jaren 80 gekte film zijn. Dan zou het dan niet ook zijn het einde... Het zou een Kolderiek film zijn geworden. Ja, terwijl door die... Ja, als je eindigt met de hoofdpersoon die af wordt gevoerd in een busje. Ja, het is ook een beetje een soort van klunzig gefilmd bovendien. Nou, ik dan ook denk, dan zou dat einde, zijn verkozen einde, om het uiteindelijke einde te bezweren, zou dan ook het einde zijn. En nu zie je nog van, nee, de last gaat gewoon door voor dat jongetje om... Nou, ik weet niet eerst of, was het woord, waarom? Het is niet het eerste wat ik denk. Het eerste wat ik denk is, dat jongetje gelooft wel in wonder, in een wonder. En... vraagt zich af wat dat is. Hmm. En gaat... Dit vind ik wel een leuke discussie. Want maar je kunt ook zeggen... Ja, sorry, je mag nog zeggen en dan... Je kunt ook zeggen dat jongetje... Ook dat jongetje begint zich alweer voor te stellen... dat hij, als hij een beetje water geeft aan een dode boom... die boom wel tot leven kan blazen. Maar er is maar één. Er is maar één iets dat leven kan geven. Dat zijn wij niet. Aan een boom. Ja, maar ik vind... Het jongetje verbeeldt zich ook al meteen weer wat. Ja, nou, zo gauw die kan praten. Ja, maar dan vind ik toch dat je... Ja, ik vind het fijn dat het jongetje... Ik weet het hoopt niet, op bloei in een over een dode boom. En daar ook de moeite voor doet om elke dag... Want dat gaat hij natuurlijk doen. Elke dag een beetje water geven. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk ik, wel dat wat... Dat vind ik wel zeker genade uitspreken. Ja, want dat is wat verhalen maakt. Die zijn vader niet heeft. Maar dat is niet wat... Dat is natuurlijk wel wat verhalen maakt en kunst... maar niet wat het einde uiteindelijk overkomt, overwint. Maar ik heb... Tegen beter weten in. Ja, dat vind ik het goede aan het slot. We zijn rond. Tot slot, want we gaan zeker... Willem-Jan, ik weet zeker dat we hierover kunnen blijven nadenken. We komen er gewoon echt niet uit. Maar dat moeten we aan de bar verder bespreken met z'n allen. Tot slot nog één vraag. Joost, als jij nou deze film aan iemand zou moeten laten zien... om weer dit denkwerk verder te helpen... aan wie zou dat dan zijn? Of wanneer ben je daar weer aan toe? Aan iemand die wij allemaal kennen? Nee. Oh. Waar wil je dan achterkomen? Maar met welke kijkvraag ga jij weer verder? Zo, nu begrijp ik het. Het laatste punt vind ik eigenlijk wel... Ik heb net een ander standpunt ingenomen dan Willem-Jan... maar ik ben helemaal niet zeker van mijn eigen standpunt. Wat betekent dat slot? Is dat slot nou hoop... Of is het tragiek? Of is het beide? Het is, ja. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. En hopelijk weer tot een volgende. Nee. Dus het volgende culturele seizoen gaan we weer kijken of we Willem-Jan warm kunnen maken voor nog een serie. Dank u wel.